Trouwens, het hoorcollege dat ik in bed volg, doe ik niet met kleren aan. Meestal is dat gewoon nog in mijn pyjama. Het zijn bijzondere tijden, ook bij Saxion. Studenten volgen ineens onderwijs online. Docenten, onderzoekers en ondersteunende medewerkers werken verplicht thuis. Ondanks deze veranderingen merken we ook dat we dichter bij elkaar komen. In een video delen we wekelijks de ervaringen van studenten, docenten, lectoren en ondersteuners. Samen zijn we Saxion. Goedemorgen, het is maandagochtend en de ontbijt is op, dus ik ga lekker naar het werk. En ik wil jullie meenemen op de reis naar het werk. Zo, we zijn er. Hoi, ik ben Fleur en ik ben eventmanager bij de dienst marketing en communicatie van Saxion. Dit is momenteel mijn werkplek. Normaal zit natuurlijk de eettafel, maar de komende maanden dient het als bureau. And this is where the magic happens. Ja, maar dit is nu de ruimte waarin mijn vriendin en ik samen aan het werk zijn. En dat is best even wennen. Maar eerder zaten we aan de keukentafel. En wat dat betreft is dit wel een enorme verbetering. De werkdag kan natuurlijk niet beginnen zonder koffie. Op dit moment ben ik met een aantal collega's heel druk bezig met het organiseren van online open dagen. En dat is nu door de hele coronasituatie natuurlijk enorm in een stroomversnelling gekomen. De online open dagen organiseer ik natuurlijk niet alleen. Er zit een enorm team achter. Zo zitten er bijvoorbeeld collega's bij van online marketing, CRM, videospecialisten, noem maar op. We houden elkaar op de hoogte via Teams. Ik word heel erg blij van de passie en de flexibiliteit die ik zie bij collega's om gewoon mee te helpen om die online open dagen gewoon tot een succes te maken. Nou, ik sta in de ochtend meestal rond 10 uur op. Hey Storm, dat is mijn hond. Daar chill ik dan mee als ik opsta. En dan ga ik, meestal heb ik les rond 10 uur. Dan ga ik even kijken wat voor les ik heb, kijken wat ik daarvoor moet doen. Meestal volg ik een hoorcollege in bed, maar ik denk niet dat ik de enige ben. Daarna ga ik ontbijten of even sporten. Meestal doe ik niks, sla ik het sporten over, omdat ik een luie tonde ben. Het is grappig, datgene wat je normaal bij de koffieautomaat vaak doet. Even met collega's praten, even over iets wat toevallig speelt. Dat hebben we nu al via Teams gedaan. Dat is toch wel wat anders, maar toch ook wel fijn dat je op een manier zo je collega's kan spreken. I have to say that the way that Saxion implemented the online lectures has been really good and very smooth because I don't think I even missed a single lecture. Nou, een van de dingen waar ik achter ben gekomen is dat ik toch wel anderhalve week zo niet meer nodig heb gehad om zeg maar de frustratie die ik had van hey, weet je, ik kan gewoon niet zoveel doen als ik zou willen doen. 7 kinderen hebben wij samen, mijn vriendin en ik. En in deze tijd is het natuurlijk een kwestie van de balans zoeken tussen het helpen van de kinderen met school en ook zelf nog wat werk gedaan krijgen. Een soort van berusting is er inmiddels wel dat ik gewoon niet kan doen wat ik zou willen doen, maar ja, dat het oké is, weet je. Het is nu helemaal de situatie zo. Het is 12 uur en dat betekent lunchtijd. Normaal gesproken ben ik niet zo van het achter de computer lunchen. Sinds ik thuis werk wel. Kijk, we hebben een overlegje met elkaar. We hebben eigenlijk elke dag om 12 uur een overlegje. Waarin iedereen gewoon even kan vertellen wat hem bezighoudt. En het is altijd wel gezellig tijdens lunch. Ik probeer een beetje een planning te houden voor school. Deadlines komen er nu wel aan, dus ik heb het gelukkig iets drukker. Dat ik wel wat te doen heb. Maar het is meestal na het ontbijten is het bezig voor school. Dan raak ik toch wel weer afgeleid door FIFA. Dus het is niet heel denderend. Wel probeer ik nog leuke dingen ondertussen een beetje mezelf uit te dagen. Ik heb bijvoorbeeld een piano gehaald. One curious thing about me as well is that I just had a baby. I have a 1-month daughter now and she's doing really well. She's very healthy. And to be honest, with this whole quarantine situation has been a bit helpful to me because I get to stay home with her and help my girlfriend take care of her. Zoals vaak tussen de middag loop ik ook nu gewoon een rondje. Dat doe ik graag samen met collega's. Ja, dat kan nu ook wel. Kijk. Zegt hij tegen mensen. Ja. In de avond ga ik natuurlijk avondeten. Wat doe ik nog meer? Even nadenken. Ik zorg er wel altijd voor dat ik voor het avondeten klaar ben met wat ik vandaag wou doen met school. Dus dat is het enige regelmaat dat ik nog een beetje heb. Voor de rest stelt het eigenlijk niet veel voor. Ik ga naar bed en de dag begint opnieuw. Het is natuurlijk ook belangrijk om je hoofd weer leeg te maken na een drukke werkdag. Dat doe ik lekker in de tuin.
Ik wil heel graag sowieso alle collega's die thuis zitten te werken een hart onder de riem steken. Maar vooral de collega's die thuis zitten met hun kinderen. I feel your pain, soms. Ik ben ook benieuwd, wat doe jij nou op een dag? Laat het even weten. En ik hoop dat wij samen gezond door deze quarantaine heen komen. Bedankt voor het kijken en ik zie je bij de online overdagen. Ook jij kan je ervaringen delen. Wil je ook een vlog inzenden? Neem dan contact op via nieuws@saxion.nl. Bedankt voor het kijken en zorg goed voor jezelf en elkaar.